Fijn, bracht hem zich gewoon. Wat zei jij? Daar heeft twee. Ligt in Le Havre, in Londen, of richting Hillehoorn. Maar ja, dan is dat... Hele bron heb ik. Kun ik daar nog één doen? Naar wie? Naar de stad in Duitsland, ik had geen zee. Oh. Voor jou. Maar ik heb het wel. Wil je nog even wachten daar? Waarom ik naar jou kom? Ja. En anders rijd ik nog naar de IKEA door. Ja. En daar geen vracht heb, richting Zwitserland of ergens anders. Ga ik dan... Oh ja, ja, is gewoon een vracht. Ja hoor. De Havre, allemaal de Havre. Ah, oké. Okay. Rijd nog even dan de IKEA. Ja, is goed. Roadways. Turn left. Ik moet niet achterin doen. We gaan aan de andere kant staan anders. Oh, kijk eventjes hoe het daar is. Please make a U-turn when possible. Het is wel rechttoe rijden, niet te blijven. Parijs. Bad in Duitsland. Bad Walloes. Zon of iets. Dat is helemaal aan de andere kant van Duitsland. Of wat Parijs? Ja, het is allebei net niks, hè? Vier, door. Dat is niet toren misschien. Geen vraag. Nee, rijden? Ik zal mijn vracht aankrijgen. Dan kun je natuurlijk onderweg nog een paar keer langs in zijn trein stoppen om te kijken of er nog vracht is om mee te nemen. Ja, want welk dorp moet je dicht langs? Turn left. Ja, moet ik even kijken, joh. Kijk. Ik zet hem zo even aan de kant. Get ready to turn left. Ik kan het moeilijk op middelweg parkeren, dat gaat niet. Turn left. Oh, op de witte lijn, dat mag niet. En je bocht. Wat zeg jij? Op de witte lijn rijden, kijk. Maar je teren. Ik heb al niks van doorrijden, joh. Turn right. Ja, weet je, in België, dat toen heb je een reeks aan. Dat is right. Moet je naar rechts of naar de brand doen? Ik ga naar rechts. Dat is wel wat aan, richting. Nou kunnen ze altijd wat aan kijken. Ja, dat kan. Ik ga mijn route richting Dordrecht, wacht. Ik ga even op de vrachtstrook vaststaan. Keep right. Zou het dan bestaan niet? Dan op de kaart zit die naam. Left. En dan exit left. Deze houdt niet kunnen afslag nemen richting Zalta. Nee. Ik ga hier zo rechts maar. Links, hè? Ja, doe maar. Aan de links, oké. Okay. Richting Bergen en Namen. En dan verder keep right, and then turn right. Maar ik
je bij naam een kijken naar hoe draf kunt. Hoe? Ja, als je draver in tegenkomt, gaan we gewoon. Maar hier zo kun je niet naar de rij, maar gewoon wel moet je dat kan afvliegen, zeker. Ja. Ik rijd verkeerd, hè. Hieraf of ruim door? Ja, maar omdraaien. Keep right, and then exit right. Weet je wat er hier nog in zit? Exit right. Ja, maar die trainer die verkeersbord mee had. Oh, weet je waar zit me? Get ready to turn left. Ja? Okay. In Brussel. Nog steeds. Turn left. Sta ook tegen bord aan. Die trainer, ik de duw geefde, zei, oh, je draait te kort. Van een beetje een bredere bocht nemen, maar ja, dan nadenkt, oh, kan je terug de rand. Achteruit op de expressbuit, dat kan allemaal. Was afgemist. Ik je niet. Ja, achteruit zeker. Wel. Met vier pinkertjes aan. 12 kilometer per uur. Ja, ja. Het zal wel weer, ja. Ben je tijdens dat zo'n bij je eraf gaan of niet? Wil je eraf? Luxemburg. Luxemburg aangehouden, oké. Okay. Alles recht door. Je legt aan mij en ik Nederlands zo tof vind voor het terrein. Nog eens een keer. In Nederlands vind ik als dus veel toffer de rein. Een expert driver. Dat hij zo digitale borden hebt. Ja. Je moet daar landen. Wat voor banenkwaliteit is wel goed, hè? En verkeer.
bouwen. Hoe rap reed je? 85? 90. Goed controletje aan. 91. Ik op ineens kunnen rap uit naar links. Ja, ja, bestuur zeker. Dat band kreeg. Ja. Moet naar de makkerij. Ja, is zo erg? Ja, 40. Straight on. Als het rijdt, dan is goed, man. 40% al af. Motor defect, train een barometer weg. Ga er naartoe als je repareert in Luxemburg of terug naar Brussel. Luxemburg. Maar ik kan nog niet bellen, ik ga met hem mee. Nee, vrachtwagen richting Luxemburg heen. Gewoon nog af. Draagt gewoon een beetje moeilijker op. Het is niet zo heel ver meer Luxemburg, kun je daar gelijk naartoe op kijken voor vracht. Pak je kijk, pak je baan. Hoe? Ja, kan een telefoontje plegen. Laat wegslepen. Ja, je reist naar Luxemburg, ga je gebrengd worden met je vrachtwagen. Mooi. Met 3 uur dat ik. Ja. We moeten zometeen wel even afslag Luxemburg pakken om even daar te wachten. Mij er al? Hopla, ik heb 461 euro van iemand. Up, nog chauffeur. Is het level 0 aan? Dat is altijd goed nieuw, zie. Ja. Ga bij eens een truckersdealer. Of van die truckersdealer. Ah, oh, ik heb vol van dat. En een vlug hiervoor in te huren. Maar ik rijd nu pas Luxemburg binnen. Ah, ik sta aan de kant van Luxemburg. Je kent een vrachtdakje van Luxemburg naar... Luxemburg naar... Ja, Zwitserland ergens tussen... Basel. Basel. Nee. Ja, er kun je veel in. Maar allemaal Frankrijk, Duitsland... Frankrijk of Duitsland. Of in een vrachtencentrum. Oké. Turn left. Ja, ik moet naar meestal ontdekken in Luxemburg wachten. Voor een vrachtencentrum. Ik ga even eens ontdekken nu. Ben... Ik kom nu aanrijden in Luxemburg. Oh, ja, dat is wel tegen. Kom je naar de Volvo? Ik ben nu gewoon rondjes aan het trainen in Luxemburg voor de Luxemburg rond te... Oh ja. Ik ga gewoon bij een bedrijf stoppen en ik ga gewoon geen richting door komen. Maar heel het rondjes erin is ook zo. Totdat je me in contact hebt. Let's find a new route. Hop. Die garage moet ook hebben. Turn left. Ja, ik heb het al gekomen. Ik moet een vracht op en voer naar Luxemburg. Naar Luxemburg. Is dat goed? Rerouting. Kijk wat hij doet. Ik ben nu een vracht van Luxemburg naar Luxemburg. Right. Niet normaal. Hoe ver het dan hierheen is, geeft het. Nog, goed aan de overkant van het strand. Waar, hé?
Ja, het levert wel geld op. 600 euro. Ja, daar kun je niet voor starten. Wat? Daar kun je niet voor starten. Dat is dan niet. Wat? We zijn 100 euro, doe ik dan maar alle liefde niet. I'll find a new ik ga niet als best achter het in parkeren, hè. Ik ben bij de grootste fabriek van Luxemburg. Turn right. 2 kilometer erin. Heb je al een andere vraag? En nu kijk ik niet. Turn left. Finding new. Ah, ik heb Luxemburg ontdekt. Amsterdam, Londen, Londen, Frankfurt, Parijs. Get ready to turn. Turn left. Ik doe klok. Keep left, and then turn left. Hallo? Ja. Straatsburg? Turn left. Straatsburg. Ja, dat is zo in Frankrijk. Dat is zo aan de rest van Duitsland, Frankrijk. Dicht bij Zwitserland. Ja, dat kun je doen. Ik zit daar ook in die buurt ergens, volgens mij. Ja. Hopla, ik ga eentje nemen ze. Hoe? Oké. Als het gelukt. Go straight on. Ik weet niet waar bij je al. Ik rij hier zo net voorbij bij jou. Hoe ben je waar? Nou, ik sta nog in Luxemburg, dus ik ga richting de snelweg en dan zie ik jou daar zo meteen wel. Ja. Ik zou niet wat erin zitten, maar... Wat zie je erin? Wat liefst dan? Ik zal wel hier aan de kant zetten eventjes. Geen bolletje. Oh. Ik pak je samen waar ik mee heb, hè? Varkensvlees. Oké. Tessa. Heb je al gekoppeld? Ja. Wacht, ik moet nog afkoppelen. Wacht. En naar waar moest je toe? Naar Straatsburg. Straatsburg. Oh, daar kom ik langs. Ah, top. En dan moet ik ietsje ervoor bijna met de Mühlhaus. En dan Basel ligt erachter. Dus ik heb nu naar Straatsburg toe rijden en dan daar even nog op jou wachten dat jij een vrachterbij pakt. En dan doorrijden. Naar Basel. Of Zurich. Ja? Ik mijn stand op. Ja, ik sta nog steeds te wachten, joh. Geef eens een beetje gas. Ja, maar ik sta nu recht voor trots. Ik zie nu vrachtwagen staan. Oké. Ik sta nu op dat kruispunt voor trots ligt. Oké. Ja, ja. Ik zie jou kom. Ja hoor.
Ten eerste nachtslag. Ja. At the roundabout, take the first exit. Exit now. Waar gaan we dan? Recht doorheen en de lus nemen. Ja. Jeeuw? Ja, ook. Maar er wordt niet erin. Ja. En nu dan? Oké, okay, maar 50 en nu voor die lust te nemen. Ja. Rustig aan, hè. Turn right. Wat doe jij nou? Ik doe mijn plan. Stuur kapot. Kom maar. Mijn hoofdbeen als hier. Onval. We reden nu vlak ik ben. Ja, dat meter. Weet, dat kan. Kilometer. Van Nederland naar Frankrijk. Ja, Luxemburg is het bij maat. Ja, Luxemburg, maar het is zelfs de vlag. Ja, dat is mooi. Ik denk een beetje andere kleur dit. Nee, rood, wit, blauw. Het is toch dezelfde van, ja, licht dan. Dat is de eerste van de kleur. Ja. Ik kreeg even tand en dan kan ze mijn koers schotten. Oké. Dan doe ik het ook. Zes tand. Ik moest me eerst nog wel weer dicht bij mij te raken, hè? Ik heb 85. Welke zes? Ik zie jou in, heel duidelijk en keurig achter jou, dus we gaan ervoor. Tevenkant de reek. Ja, ah, ik zie een spiegel. Een meespiegel. Ik moet nu de lust nemen, ja, straks. Ik ook. Nou, ik moet ook langs Straatburg, dat staat op mijn navigatie. Ah, maar net niet de afslag, gewoon de express daar bleek nog. Ja, ja, ja. Exit right. Ja, pak wat afslag zeker. Go straight on. Ja. Nog 164 right. Kilometer. Oh. Ik moet recht naar Straatburg. Ik heb... Keep left. Ik heb een beetje last te maken met regen op de rand. Ik volg jou wel op. Ja, ik ben tol. Ja, ook nog een paar keer zelfs. We zitten weer in de Frans. Ja. Ja, dat is een klein stukje Frankrijk. Ja, heel de tijd, Straatburg. Ja, maar daarna gaan we er weer uit. Ik ga wel een beetje NO. Ja. En hier dan blijft de hand erin. Oké, hoe de snelste route? Ah, het is gewoon een kartje nu.
rijden voor. Maakt mij niet uit, maar jij mag ook voorrijden hoor. Zo, leuk, fijn. Beetje wisselen ook goed. Ik heb ook een 50 op die dag. Nu ben je ongeveer onder de brug. Ja, ben er onder. Ik zie je nog altijd niet, ik kijk gewoon een bolletje. Ja, als je een bolletje maar ziet, joh, is goed. Ja, ik zal opletten dat ik langs Straatsburg op de bord tegenkom en maak ik eraf. Ja. Wat is hier wel heel schoon? Oh, ik zie je vrachtwagen. Ja, hier ook een bruggetje is. Nee? Jammer dat je er niet over kan rijden. Dat is gelijk zo'n beetje het gevoel van Italië. Met die ene baan ook hoger. Ja, die kant gaan we ook op, hè. Italië is ook zo. En je of niet? Ja, ik ben er nog niet geweest, dus ik moet nog gaan kijken. Italië is zelfs te gaan. Ja, en met... Zie je al mee in de spiegel? Ja. Ik rijd nu 90, vol gas. Dus ik kan hier rapper de rijden dan 90. En kom niet tot aan je trailer, hè. Nee. Ik denk nog 10 meter van je trailer. Oké. Dat is wel een beetje dichter, maar spannend. Ik ben 107. Ik ben weer een PA zien. Ik ben 107. Ik oh ja. Ja, tuurlijk kunnen we nu naar 85 zetten, maar ja, het gaat niet. Ik ben 70. Ik ga het dan een beetje voorschieten misschien. Als ik eerder ben dan jij. Voor 34 euro. Doe je niet normaal zeker? Ja, dat is wel anders. Oh ja, ik heb wel weer afgekeken. Ja, je moet wel altijd gas geven natuurlijk, hè dan. Als je ervoor wil. Nee, ik druk nu al heel de tijd vol gas. Oh. Zodra ik de stap op de voren gaat, zet ik mijn cruise control gelijk weer terug aan. Dan gaat het mezelf harder. Gaat dat zo? Ja, van mij blijft het dan 72, dat kan ik nu aanzetten. Ja, maar je hebt ook nog een knopje, kun je instellen. Cruise control terugzetten. Ja? Moet jij links of rechts of ga je daar door? Als je nu aan het rijden ben, keep left. Dan rechts. Ja, eerst de bocht naar rechts en dan naar links over. Jij gaat er hier af. Ja. Oké, dan doe ik het ook even en dan rij ik hier naar beneden toe en dan wacht ik wel beneden. Oké, let's find a new route. Of ik rij hier net rechtdoor, die andere oprit weer op. At the roundabout. Of ik doe even een rondje stad, ik kan ook wel even. Exit now. Nog 7 kilometer van hieruit. Finding new route. Ik rij even een rondje de stad door. At the roundabout. Nou, doen we. Take the third exit. Rerouting. Kijk, die staat er ook op staan. Oh ja. Get
31e plaats. Turn right. Waar voor het symbool van een steam. Dan. Oké. Okay. Dus. Nu, net iemand wacht van te pezen voor een right. Expresso. En dan turn right. Dat kan een blauw bolletje. We gaan één duur rechts voor die vrachting. Ja. Dan moet je daaraan door bij die vrachtteken, of ga je mee naar links? Ik doe even een rondje. Ik rijd nu naar links. Bij mijn fabriek. Naar rechts links, snap je? Ja. Je gaat aan door heen, hè? Nee, ik doe ook even links, doe ik even dat weggetje meepaan. Ah. Dan ben ik er ook geweest, dan heb ik die op de kaart staan. Hoe meer wegen je ontdekt, hoe verder je komt, hè. Maar je moet daar niet te veel doen. Nee, ik hoef niks te doen, maar ik hoef lekker wel mee te rijden. Never mind. I'll find a new route. Blijf je staan bij voor mijn fabriek? Get ready to turn right. Het is hier rechts. Ik rij wel even naar right. Een stukje verder nog. Anders moet je daar ook maar staan, hier op de hoek weer. Dan pak de pak ik zet de wel aan de kant. Ah, ik zie het al. Top. Het gaat wel het gemakkelijkste nemen, hè. Daarom. Ik ga niet achteruit in parkeren, hè. Hier gewoon aan de kant staan. Oké. Okay. Ik heb er ook weer verder kunnen, niet? Ik zie jou. 400 kilometer, top, geweldig. Oh, merci. Ben ik een toppertje? Ja. Tuurlijk. Mosse. Nou, waar gaan we? Ik moet nog verder naar Basel. Nog steeds. Zal ik even op de kaart meekijken waar we nog langskomen? Ik kan naar Italië. Maar... we hebben nu zometeen nog een plaats. Milhouse. Wow. Ik ga even eens kijken. Niet bij die vrouw. Kan je hier al zien? Zit er al veel bedrijfjes. Dus ik ga kijken en naar Basel komen. Naar Basel kan ik niet. Naar waar kan ik? Mulhouse? Waar? Nee, direct Italië. Of Zurich? Spel dat je? Zurich. Is het maar een S? Nee, Z-U-R-I-C-H. Ja, ik heb er twee vrachten naartoe. Oh, pak dat maar. Bedrijf? Dus welk bedrijfje moet je? Nou ja, dat is net iets voorbij Basel. Dus ik stop iets eerder, moet jij een stukje doorrijden en dan... Dat maakt toch niet uit, dan geef je niet zo vlak naast elkaar die twee plaatsen. Ja. Waar jij nu staan, bij kampen. Oké. Okay. Nou, gas op die nippel. Alleen. Ja, daar komt hij aan gescheurd. Je rijdt er voorbij, jongen. Je moet toch hier zo laden? Oh, nou, daar kom ik achteraan. Bedrijf moet je werken? Wat bedoel jij?
de trailer. Is dat blauw, Carrefour. Wit, zwart, rood? Carrefour. Ik heb ook gehad. Ik ben daar aangepikt tegen. Oh, ik zie het. Van top is dan mijn richting waarin ik moet gaan. Dan sta ik weer in. Oké. Zo zegt dat we bij hetzelfde bedrijf aangepikt en hetzelfde stadje moet. Ja, je moet wel een andere los. Nou. Ja, ik opstaan tussen dezelfde trailer en al. Ja, dat is waar. Turn right. Hoe parkeer je bocht? Ja, als een echte vrachtwagenchauffeur, breed nemen, hoeft niet af te remmen. Zo breed nemen, en dan moet. Ik ga er niet op. Ga erop. Ik ga er niet op. 7 km per uur. Wil je ook de last nemen, jij? Ja, natuurlijk. Ik denk aan wel dezelfde moet los. Ik kan achterbeen. Of oh, ja. Ook daar één voor dan straks te nemen. Nou, jij moest naar Zurich toe. Ja, ik had dan daar geen bij dat bedrijf op de range. Bracht er niet. Als ik gelost heb, kom ik wel naar Zurich toe. Ah ja. Ik mag gewoon doorheen. Ja, rij maar gewoon door, dan kom ik wel even achteraan. Ik ga ook niet erop kunnen rijden met die vracht. Ah, ga ze erop. Ik trek ze graag op. Nee, je hebt maar eigenlijk een woordje niet meer. Ja, ik rijd nu wel door, hè. Ja, kom op. Zo, ook de foto's kapot. Hallo? Onze oude fort is kapot. We hebben een boer gestaan. En ze lekt een beetje, we weten niet van waar. Nou, we hebben mijn onkel 5 jaar gestaan. Hij wil aan die overkomen, maar we hebben hem gezegd. Tja, pak naar je. Ja, ja. Maar hij heeft leeg van jou? Zeg jij? De tank is leeg. Oh nee hoor, dat lang niet. Ik kan het makkelijk tot in Basel komen en dan kan ik zo meteen in Basel denken. Nee, zegt die. Zo rap moet ik naar het tankstation. Ai. Keep right. Hoi, hoi. Ik van de 2 liter erin. Keep left. Ben je aan de stuur op ons? Ik ben net ingetankt, hè? Ja. Dit is lapdraak genoeg. Mijn parkings. Richting weer de rotonde. Ja.
Wij zijn ook wel een keer gezien die rotonde van bij de zon. Basel ontdekt. Nou, leuk. Turn right. Ben je er al? Bijna. Ik ben nu de nachtige afslag af. En dan nu Basel. Nu nog 100 en een beetje kilometer in. Oké. Ik ben nu bij die rotonde, die les. Geef eens eraan door, hè? Weet die les? Get ready to turn right. Ja. Ja, kom En ik. Turn right, and then turn left. En ik heb er dan de les genomen. It was a nice ride. De 134 kilometer voor mij. Oké. Afkoppel. Ik ga al afkoppelen. Ja. Bijdrogen. Ik ga nu de rens over. Wel recht. Naar Duitsland. Van Frankrijk naar Duitsland. Ik sta niet echt heel erg open. Duitsland. Heb je dat ook gedaan? Wat? Van Frankrijk naar Duitsland? Nee. Ah ja, ik moest er aan zoeken van. Nu zit ik nu in Duitsland.